Euro. Drie wedstrijden, volledige wedstrijd weer gespeeld. Als je kijkt naar vorig seizoen, toen heb je er 20 moeten missen. Hoe lekker is het dan dat je nu vanaf het begin van de competitie weer gelijk aan de bak kan? Dat is wel heel lekker, ja. Daar kan ik ook vrij kort over zijn, want dat is gewoon een heel goed gevoel. Als je dan kijkt naar die wedstrijden, met name dan de Graafschap uit en vorige week tegen Den Bosch uit. Ja, dan ben je op bepaalde momenten ook beslissend. Je pakt gewoon punten voor de ploeg. Ja, nou ja, dat compliment neem ik graag van je aan. En ik ben blij dat ik op bepaalde momenten toch mezelf heb kunnen laten zien en heb bij kunnen dragen aan de prestatie van het team. Je bent natuurlijk vorig seizoen langdurig geblesseerd geweest. Ja, dan ben je voornamelijk uiteraard met een keeperstrainer et cetera op jezelf aangewezen. Hoe lastig is zo'n periode? Heel cliché, maar hij is zo lastig als je hem zelf maakt. In het begin is het sowieso altijd heel vervelend. Vooral, het duurde bij mij even totdat de hele diagnose gesteld werd. Dus het ging eigenlijk van een paar weekjes eruit tot wat meer weken eruit. Tot een sportarts die zei, ik zal maar gaan rekening maanden. Want zo snel gaat het niet. Dus dat was wel lastig. Daarna heb ik wel gewoon een heel fijn team om me heen gehad. Waarmee ik meteen over kon tot de orde van de dag. En waarmee ik wel gewoon echt gas heb kunnen geven. En in eerste instantie lag de nadruk heel erg op gewoon mijn bovenbeen revalideren. Alleen omdat ik nog best wel een lange tijd had dat ik niet voluit mocht trappen. Maar wel gewoon mocht keepen. Heb ik wel echt een tijd gehad om keepend ook aan bepaalde zaken te werken. Dus in dat opzicht is het wel, ondanks het feit dat ik niet speelde en ik het vervelend vond dat ik eruit was, heb ik wel een goede periode gekregen om echt wel aan wat punten te werken. Deze trainer heeft dan uiteindelijk voor jou gekozen. Vorig seizoen was natuurlijk een andere hiërarchie met Stevens en Koopmans erbij. Nu drie jonge keepers. Is de klik onderling, omdat jullie alle drie ongeveer van dezelfde leeftijd zijn, beter of anders dan de klik met de, met alle respect, oudere keepers? Ik weet niet of ik hem beter zou noemen. Dat anders? Ja, anders wel, tuurlijk. Kijk, toen we hier vorig jaar Luc en Sonny hadden. Ja, dat zijn jongens die Luc en ik al langer. Sonny was natuurlijk nieuw. Ik heb van allebei wel gewoon veel kunnen leren. Zijn allebei ook wel op een aantal plekken geweest. Hebben allebei Eredivisie gespeeld. En je zag aan allebei ook dat ze bijvoorbeeld in technische dingen op het trainingsveld gewoon echt wel hele goede keepers zijn. Dus daar heb ik ook veel van kunnen leren. Die dynamiek ligt nu gewoon iets anders. Ja, met David en Kilian speel ik eigenlijk al sinds ik 13 ben. Dus dat is ergens wel heel mooi om elke dag met z'n drie op het veld te staan. En dat geeft ons ook wel een trots gevoel. Ja, het is vorig jaar, vooral met Sonny, omdat hij er later bij kwam, krijg je natuurlijk iets meer een... hij is... Heb je toch een wat... Ja, ik zit te denken hoe ik dit ga omschrijven. Je hebt toch wat meer een drempel. Er zit wel gewoon een generatie tussen. En Sonny is gewoon de volwassen man met 1 of 2 kinderen en zoveel wedstrijden Eredivisie. En ja, ik ben gewoon nog de jonge keeper met 30 wedstrijden KKD. En nu is het is iets meer verbroederd, denk ik. Andere spelers nu in de defensie voor je. De voertaal zal Engels zijn, neem ik aan. Alhoewel Grandi heeft een Nederlandse vrouw, dus ik mag aan dat je ook met hem kan communiceren in het Nederlands. In ieder geval dat hij het begrijpt. Hoe anders is dat? Is wel even wennen. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat er buitenlandse jongens voor mijn neus staan. Dus in dat opzicht valt het ook wel weer mee. Ja, voertaal is Engels en Nederlands. Matteo Waam coach ik gewoon in het Nederlands. Daniel Granli coach ik soms per ongeluk ook in het Nederlands, maar dat verstaat hij wel. Amir Absalem, ook Nederlands, prima. En de rechtsbackpositie is dan weer in het Engels. Ja, het is soms even schakelen en even switchen. En dat heeft misschien nog even tijd nodig. Maar op een gegeven moment komt het ook wel weer goed. Die jongens die gaan ook vast en zeker snel genoeg de Nederlandse voetbaltaal in ieder geval een beetje begrijpen. Dus als ik tegen iemand kaats, zegt dat hij wel gewoon een bal kaatst. In plaats van dat ik het in het Engels moet coachen. Dat komt wel goed. Afrondend, zondag thuis tegen Jong AZ. Dat is toevallig de ploeg waar je afgelopen seizoen nog de laatste wedstrijd tegen mij heb gepikt uit toen in Weidewormen met een 0-2 winst. Wat kan je nog herinneren van de thuiswedstrijd van vorig seizoen? Dat eindigde in 2-2. Dat eindigde in 2-2. Daar gaven wij een voorsprong weg. Kregen we nog een rode kaart, volgens mij. Weerman. Ja,
klopt. En, maar maakten we wel een late gelijkmaker. Ja, ik kan me die wedstrijd nog wel vrij goed herinneren. Ik heb dat met alle wedstrijden wel. Ik denk, ander team, andere tijd. Heel rumoerig op dat moment. Ik denk dat we er nu wat beter in zitten. Aan de andere kant zou Jong AZ ook wel weer met een heel ander team komen. Dus ik denk niet dat je die wedstrijd heel erg kan vergelijken, eerlijk gezegd. Jullie hebben wel wat goed gemaakt ten opzichte van de supporters bij een thuiswedstrijd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan snap ik wel waar je het over hebt. Ja, de vorige thuiswedstrijd was absoluut niet waar we met z'n allen op gehoopt hadden. Ja, klopt. We hebben wat goed te maken. Maar wij moeten er vooral gewoon voor zorgen dat we onze afspraken nakomen en ons niveau halen. En dan denk ik dat het wel goed moet komen. Ja. Okay. Darje, even terug naar afgelopen vrijdagavond. Nipte 1-2 winst bij FC Den Bosch. Kijk je terug op die wedstrijd? Nou, het belangrijkste is dat we gewoon zich hebben gerevancheerd voor de nederlaag thuis. En dat we gewoon een 3 punten... op onze saldo hebben bijgeboekt. Daar gaat het om. Wat ook natuurlijk heel welkom was, was dat met name de 2 gescoord werd door een speler die net binnen was, Daryl. Ja, maar oké, dat wisten we. En we wisten ook als we Daryl, een aantal spelers die we vandaag hebben, ook in Doetinchem hebben gehad, hadden we ook, kans was veel groter geweest dat we die pot ook hadden gewonnen. Maar dat is allemaal achteraf en dat hadden we niet. Dus Daryl heeft daarmee ook zijn klasse bevestigd, alleen maar in de bos. Kun je stellen, als je die 2 uitwedstrijden de revue laat passeren, dat je in Doetinchem te weinig hebt gehad en in Den Bosch te veel? Nee, je hebt gehad wat je gewoon verdient. Dat betekent 4 punten uit 2 wedstrijden. De transferwindow sluit vanavond om 12 uur. Jullie hebben weer een behoorlijk aantal spelers erbij. Ben je tot nu toe tevreden van wat je erbij hebt gekregen? Jawel, ik ben tevreden. En we hebben ook zeer zorgvuldig hier mee omgegaan met deze beleid. Met spelers gaan halen. En dat we sommige spelers eerder willen zien. Zoals ik net een voorbeeld heb gegeven met derde van Michel. Michel bijvoorbeeld in Doetinchem tegen de Graafschap. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar wat we graag wilden, dat... Dat hebben we ook gedaan. Het is geen geheim dat jullie nog graag Bert van Hintum binnen willen halen van PEC Zwolle. Dan begreep ik dat er vanochtend een blessure is gevallen bij je PEC, waardoor ze een beetje beginnen te twijfelen. Kun je daar iets over kwijt? Nee, want dat weet ik helemaal niks van. Dus jij loopt. Ik ben bezig geweest met mijn team en dat is nu voor mij allerbelangrijkste. We hebben wedstrijd over 2 dagen, over 48 uur. En daar hou ik mij gewoon mee bezig. En wie geblesseerd geraakt is bij andere clubs. Ja, en wie niet. En dat hou ik gewoon niet bij. Zoals gezegd, hoop meer mensen erbij. Na 1 september moet het dan zeg maar definitief een vorm krijgen. Hoeveel tijd denk je daar nog voor nodig te hebben? Dat het echt een ingespeeld geheel wordt? Nou, we hebben alles aan gedaan om, in ieder geval onze spelersgroep daar transparant op de hoogte te houden. Dat deze ontwikkelingen plaats zullen vinden. We hebben gewoon ook in onze trainingsbeleid daar veel rekening mee gehouden. We hebben gewoon nu draaien we nog steeds uren vanuit de voorbereiding door. Omdat gewoon we veel spelers aanvoer van nieuwe spelers hebben. Ja, dat heeft gewoon natuurlijk zijn tijd nodig. Maar daarom is het ook belangrijk en maak ik koppeling naar de wedstrijd van Den Bosch. Dat we gewoon weer wedstrijd hebben gewonnen. En het is duidelijk gewoon dat we in deze fase gewoon moeten voor zorgen. Dat het schade niet groot wordt en dat we gewoon per wedstrijd, elke wedstrijd gaan benaderen. Wedstrijd per wedstrijd en dat we juist proberen zo goed mogelijk uit die wedstrijd uit te komen. Met schade bedoel je niet meer puntenverlies? Ja, schade niet meer puntenverlies en ook, onze trainingsbeleid goed afstemmen zodat gewoon proces verkort wordt in het aanpassing van het ja, complete nieuwe groep. Zondag thuis tegen Jong AZ. Altijd een ploeg die wat dat betreft veel nieuwe spelers brengt. Vanuit de Youth League die ze vorig jaar gewonnen hebben. Dus kwaliteit zat. Wat verwacht je van een wedstrijd? Want tegelijkertijd speelt AZ1, noem ik het maar even, uit bij Vitesse. Ja, wat verwacht ik van de wedstrijd? Ik verwacht zeker een voetballende ploeg. Zeer vaardige spelers die vanuit de glasheldere spelwijze gewoon hun taken uitvoeren. Dus een ploeg die eigenlijk vorig seizoen
ja, gedurende de hele competitie linker rijtje speelde. En dus dat is wel bevestiging van kwaliteit die zij bezitten. En ja, een team die eigenlijk Youth League heeft gewonnen. En dus, ja, dus daar moeten we gewoon ons goed op voorbereiden. Nog een nabrander. Een doelstelling uitspreken op dit moment, daar ga je nog niet aan beginnen, neem ik aan. Maar hoe is dat over een maand? Nou, doelstelling is gewoon bij ons altijd hetzelfde. En dat was vorige maand, nu en over maand precies hetzelfde. Wij weten gewoon door welke transformatie wij doorheen komen. Dat weten gewoon zelfs vogeltjes hier op de takken. Onze supporters weten dat. Die steunen ons geweldig in periode in welke wij ons bevinden. Nou, dat het gaat duren, dat weet ook iedereen. En, maar wij lopen gewoon niet weg als een club ADO Den Haag om te zeggen dat wij gewoon alle hoogste haalbare willen en zo snel mogelijk naar Eredivisie. En ja, is dat doelstelling strak of niet? Dan kunnen jullie zelf bepalen. Strakke doelstelling ja, om te zeggen we zijn beter dan Groningen en Emmen. In alle opzichten. Nou, dat weet iedereen ook dat dat niet zo is. Wel, volgens nog lijkt het er wel op natuurlijk. We gaan gewoon hard werken. We gaan zo snel mogelijk een team vormen. Waar supporters zich mee kunnen identificeren. En gewoon even vlammen. En dan zien we het wel welke resultaat op ons afkomt. ADO moet gewoon voor alle hoogste haalbare gaan. Ook als er 20 spelers weg zijn gegaan en 14 nieuwe zijn binnengekomen. Of wat dan ook. Dat is hem. En klaar.